Ja, Ivo. Ja. We hadden enkele, wat is het, weken geleden hoorden wij The Sun is Shining van Exxon en Grosso. En kwamen wij samen tot de conclusie dat dat toch echt wel een beetje klinkt als een carnavalsnummer. Als je, weet je wel, als je de stoffe beats wegstript en gewoon overblijft bij de melodie, dan klinkt het gewoon. Je ziet het voor je, hè? Zo'n grote biertenten met van die banken en met z'n allen. Ja, la 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 la. Ja, dat was precies wat we voor ons zagen. En daarom zijn de mannen die naast jou staan nu bij ons in de studio. Ik heb het over Mr. Sousa en de Barracudas. En het is grappig, want Axel en Grosso, Sun is Shining, is de meest gedraaide plaat op Tomorrowland. Het grote festival in België. En dit is eigenlijk ook het blazersensemble van Tomorrowland, mag ik wel zeggen. Ik vraag het even aan Mr. Sousa zelf. Hey, goeie avond. Ja. Je hebt op Tomorrowland gespeeld, hè? Ja, dat klopt. We hebben internationale gasten begeleid eigenlijk, ja, op het festival. Geweldige ervaring. Oh, een VIP-gasten dus. Inderdaad, ja. De VIP's. Jullie hebben ook nog meegedaan aan Belgium's Got Talent. Hoe gaat het met de carrière? Ja, fijn. We hebben heel veel optredens. Bedrijfsfeesten, straatfestivals. En nu proberen we een beetje de parties binnen te geraken. En krijgen jullie dan ook vaker verzoekjes van gekke verzoekjes om te spelen? Ik ga even naar, wie ben jij eigenlijk? Ik ben Mr. BBD. Mr. BBD. Misschien even een goed idee om iedereen even nog voor te stellen. Ik ga even helemaal op rechts daar hebben. Ik ben Fred Bolle. En jij speelt? Trombone. En dit is? Slideshow J. En zo te zien is dat ook een trombone? Dat klopt. Nou, dat is Mr. Sousa. Dat is makkelijk. Die is te herkennen aan de gigantische Sousafoon. En jij was Mr. BBD? Op saxofoon. En dan hebben we hier nog een? Billy Hotlips op de trompet. En nog een trompet. En jij bent? Mr. Powerbutt. Ja, en je verzint het niet. En dan hebben we uiteraard nog de one op de drums. Krijgen jullie wel eens vaker gekke verzoekjes om rare dingen te spelen? Wij zijn rare jongens, dus we krijgen rare verzoekjes. Wat is het meest gekke liedje wat je dan ooit doet met z'n zevenen? Bijvoorbeeld... La Cucaracha wordt hier genoemd. Het is natuurlijk eigenlijk ook een soort carnavalskraker, is dat geloof ik, hè? Carnaval in Zuid-Amerika. Mannen, als mensen jullie willen zoeken op social media, waar moeten ze zijn? Er is een Facebookpagina, ik vermoed, Mr. Sousa en de Barracudas. Dus als je dat intikt op Google, vind je ons wel terug. Dan kom je daar wel, Mr. Sousa en Barracuda. Heb je daar nog iets aan toe te voegen? Gewoon liken. Mag ik trouwens nog even zeggen dat ik tot pak een beet 20 minuten geleden niet wist dat dit een Sousafoon wordt genoemd. Ik zei heel eerloos eigenlijk, zei ik het trombone. Ja, dat is het niet. Nee, dat is het niet. Het is een Sousafoon. Het is een prachtig apparaat. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat klinken. Axel en Grosso, Sun is Shining. In de live variant van Mr. Sousa en de Barracudas. Ik zou zeggen, mannen, take it away. We'll be right back.
precies wat wij in gedachten hadden, toch? Dit was, oh sorry, verkeerde microfoon. Dit was toch fantastisch, ja, zo? Ja, dit was te gek, jongens. Applaus! Ja, ja, er mag echt een grote applaus voor klinken. Mr. Sousa en de Barracudas helemaal vanuit België. Uit Kempen komen jullie, geloof ik, in België helemaal hier naartoe gekomen. Even nog één keer. Nou ja, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Zoek ze gewoon op Google, op Facebook. Mr. Sousa en de Barracudas. Jullie zijn te boeken voor feesten, bruiloften, partij, alles. Anything. Bar mitzwas? Ook. Hier, hoppa. Mr. Sousa en de Barracudas. Ja.